Een hele goede morgen vanaf mijn balkonnetje. Het is vandaag donderdag. En ja, vandaag is dus de dag dat de universiteit start. Ik heb om 3 uur een introductiedag. Vanaf mijn balkonnetje trouwens. Om 3 uur begint de introductiedag. Die stelt volgens mij niet heel veel voor. Het duurt ook maar 3 uur. Dan krijg ik mijn welkomstpraatje en dat soort dingen allemaal. Maar op zich wel zin om te zien hoe het eruit ziet en een beetje de sfeer te proeven daar. Want het is natuurlijk een hele andere soort unie dan ik ben gewend in Nederland. Dus daar heb ik wel zin in. En ja, ik ben nu aan het ontbijten. Ik heb hier een IKEA bakje met havermout en alcohol en banaan. Het mag een beetje creatief zijn deze dagen. Dus dat ga ik lekker eten en daarna nog even naar de gym. Benen trainen. En dan, klaarmaken voor uni. Na uni hebben we een soort van, niet echt een huisfeestje, maar heel veel vrienden van vrienden. Of vrienden en vrienden van vrienden. Die komen bij ons drinken, indrinken. En dan om 9 uur gaan we naar Clubhouse. En dat is dus best wel een vette tent. En volgens mij krijg je daar wel weer bijna dat je gewoon het gevoel dat je echt aan het uitgaan bent. Dus daar heb ik ook wel echt super veel zin in. Gewoon met goede muziek of musical. Dus dat is de dag. Nu eerst even eten, daarna naar de gym. En dan uni. En dat ga ik wel vloggen, denk ik. Dus dat is wel leuk. Yo, ik dacht, laat jullie ook even mijn gym zien. Dus dit is één deel van mijn gym. Ik ben nu aan het squatten al een half uurtje. Ik ga zo naar de volgende oefening. Dus dit is één deel van mijn gym. En beneden heb je dan nog gewoon fitnessruimte met dumbbells. Dan heb je hierachter, ik weet niet of dat te zien is, heb je een bootcampruimte. Er worden dus bootcamplessen georganiseerd. Heb ik nog niet aan meegedaan, maar wil ik nog wel een keer aan meedoen. En beneden heb je trouwens ook nog allemaal apparaten en zo. Dus op zich wel chill. In Nederland sport ik bij Basic Fit, dus dit is wel allemaal iets kleiner, maar het is wel veel rustiger. En de materialen zijn ook wel beter, zoals je ziet. Gewoon meer kwaliteit. Dus dat, lekker aan het zweten en ik ga nog even door. Net klaar met sporten, toch nog 1,5 uur, of tenminste 1 uur en 20 minuten kunnen trainen. Best wel chill, was ook echt rustig, dus ik kon gewoon alle oefeningen en apparaten meteen pakken die ik wilde. Maar over 2 uur, iets minder dan 2 uur, moet ik dus op school zijn en doe nog naar de supermarkt en nog douchen en omkleden en mentaal voorbereiden. Dus nu ga ik even snel naar de supermarkt eten maken. Ik moet best veel koken ook, want ik neem denk ik gewoon in een bakje mee. Aangezien ik niet weet of ik daar echt lunch kan koken of een lunch krijgen. En als we lunch krijgen zal het vast wel niet veganistisch zijn. Dus dat moet ik even doen. Ga ik gewoon in een bakje doen. En dan voor vanavond misschien ook wel wat schoenkoken koken, bier of zo. Misschien doe ik dat vanavond. Nou ja, weet ik niet. In ieder geval ga ik nu eerst naar de supermarkt. Meteen daarna douchen en dan voorbereiden op school of zo. Want het taal was voorzien. En even kijken of er een fiets in de buurt staat. Want nog steeds zijn er dus gewoon geen fietsen in de buurt. Dus dan moet ik kijken of ik de bus pak of anders hoe ik dat ga oplossen. Het is iets van 20 minuten lopen en dat is toch wel iets te ver, vind ik. Maar is goed, nu eerst even snel naar de supermarkt. Yo, weer vanaf het balkonnetje. Ik ben net naar de supermarkt geweest, even snel gedoucht. Dan heb ik snel wat gekookt. Ik heb avocado met... Dit is rijst met... Hoe heet het nou? Seitan en paprika en wat cayennepeper. Gewoon heel simpel, dat was ook alles wat ik in huis had. Dus dat ga ik even snel opeten en dat bakje neem ik denk ik voor een deel mee. Dus dan kan ik als ik honger krijg daar gewoon nog iets eten. Want ik weet dus nog steeds niet wat ze met de lunch doen of iets. Maar het is nu iets over 2, dus ik heb wel een klein beetje haast. En ik heb al gezien, er staan dus geen fietsen hier. Dus ik moet of met de bus of ik moet gaan lopen of ik moet ergens anders een fiets vandaan toveren. Dus dat is een kort filmpje, want we hebben haast. Ciao. Hebben we snel een fiets kunnen vinden. Ernest heet die. Ik stond al onderweg naar waar ik naartoe moest voor school. Dus dat was best wel chill. 500 meter verder. Dus nu snel naar school fietsen. Ja, snel. Hoe lang hebben we nog? 34, 25 minuten. Dus we zijn goed op tijd. Ik ben trots op mezelf. Dus lekker relaxed naar school. Zorg dat we niet al te hard zweten. En dan ik ben nu heel benieuwd naar gisteren terug. Yo, dus net heb ik de introductiedag gehad op de Unie. Het duurde wel echt lang. En we zaten ook maar met z'n 10 in een klas, dus echt super weinig, best wel raar. En telkens kwamen er allemaal andere leraren binnenlopen en de head, zeg maar. De CEO van deze school of dit bedrijf, eigenlijk is het gewoon een bedrijf. Maar op zich was het wel informatief en ik heb er ook wel gewoon wel zin om te beginnen. Maar
Ja, eigenlijk zou de master dus een jaar duren. Of tenminste, we dachten dat iedereen dacht dat die een jaar zou duren. Maar je hebt dus een jaar les en daarna heb je dus nog een half jaar om een businessplan of projectplan te schrijven. Dus iedereen stond echt zo van, wat? Waarom hebben jullie dit ons niet verteld? Dus ja, nu is het nog, Sef is er nog niet, maar ik moet dus nog een half jaar langer studeren. Maar op zich, ja, een jaar master klonk ook altijd mooi om waar te zijn. Maar ja, iedereen is dus wel een beetje helemaal in shock. Dus ja, dus dat. Ik ben zelf ook nog een beetje in shock zoals je ziet. Maar ja, zo erg is het niet. Ik zie het wel gewoon. En het is ook niet zo heel, heel erg om een jaartje jammer te studeren. Dus dat gaan we gewoon doen. Dus ja, vanaf de fiets. Oh ja, en vanaf nu zijn ze thuis volgens mij dus al aan begonnen met indrinken. Dus ik hoop hun zo te joinen en dan vanavond gaan we naar Clubhouse. Dat is dus die hele leuke bar. Dus ik hoop dat dat ook chill is. En dan, ja, ik ga thuis even omkleden, douchen en dan gaan we meteen even wat eten. Maar dan meteen door naar het volgende leuke. Dus ja, vandaag is de topdag en ik denk dat ik bij Clubhouse ook wel een filmpje ga opnemen. Oh, de tas valt bijna van beschiet. Ik moet dit ook echt niet doen op de fiets, maar ja. Ciao! En zoals je ziet sta ik hier met een bezem, want ik kwam thuis en je kijkt direct naar buiten, want er zit geen glas meer in mijn balkonraam. Dus ik denk dat mijn deur is dichtgeslagen en al het glas eruit is gevallen en het is echt heel kut, want het begint nu ook kouder te worden in Barcelona. Dus ja, volgende probleem. Overal glas. Dus ja, hoe ik dit weer ga oplossen, geen idee. Ik ga nu even aan de kant schuiven en ik heb de huisbaas een berichtje gestuurd. Dus ik hoop dat het snel wordt gefixt. Ik hoop niet op zijn Spaans of op zijn Tranquiliaans. Dus ja. Die gaan we nu even bezemen. Gewoon naar de kant schuiven. En gelukkig heb ik nog wel zo'n houten ding wat ervoor kan, want anders wordt het denk ik echt koud met de wind. Dus ja, wat een dag. Yo, weer een nieuwe vlog, tijd voor een nieuwe episode. Nu zijn we in het metrostation. Het is allemaal best wel iets minder rijk dan in Nederland. Op zich nog wat te doen. Geen airco, super warm. Ik heb ook een hoodie aan omdat het buiten gewoon best wel koud is, maar hier is het best wel warm. En nu gaan we dus naar Clubhouse en daar gaan we dus uit. En ja, dat gaat wel chill worden, denk ik. We hebben in ieder geval net een afterparty gehad bij ons thuis en we waren echt met 15 man. Niet coronaproof, I'm sorry for that. Maar ja, dat wordt dus best wel leuk. En ja, ik ben echt benieuwd hoe het wordt, man. Ik ben wel helemaal hyped op om gewoon weer een beetje dat uitgaansleven te ervaren. Want dat zijn de verhalen die ik ook gehoord heb over daar. Dus ja, dat, man. Dus nu gaan we daar. En misschien, ik geef jullie wel weer wat sfeerimpressies van hoe het daar is. Ik denk niet dat ik zelf ga vloggen of misschien als ik buiten ben of zo. Maar ja, man. Nog steeds in het metrostation. We waren net dus verkeerd gelopen. En nu zijn we weer op zoek naar de goede gang. Maar het is hier dus super warm. Dus, en ik heb een hoodie aan, omdat buiten ook gewoon dus best wel koud is. Dus ja, ik hoop niet dat dit een heel doolhof is onder Barcelona. Want ik loop gewoon nu de mensen waarmee ik ben achterna. Maar ja, hopelijk is het snel voorbij. Nou, we dachten dus om 9 uur al te vertrekken naar die club. Oh, best nice background. Maar we lopen nu dus de verkeerde kant op. Dus we moeten hopen dat we op tijd naar de goede kant komen om nog überhaupt binnen te komen. Maar hun gaan nu al, dus ik join hun gewoon. En dan, oh, we zijn ook best nice. Lens,
You're responsible for making some nice videos. Yeah, I will just put them on YouTube. I just told you that I was starting in my YouTube channel. Yeah, but for my Instagram, like, I don't care about your fucking YouTube. I'm in de rij, ben met Daphne en met Nicolas. En we zijn net voorgedrongen. In Nederland zou ik dit nooit doen. No. Voor de mensen die me kennen, ik zou het nooit doen, ik ben niet zo. Nooit. Maar hier dacht ik al van ja, ik ga echt niet een uur wachten om gewoon lekker te gaan, dus ik wacht gewoon. Ja, Daphne wacht ook, die is precies hetzelfde, ik denk, jij zou ook nooit in Nederland doen. Maar ja, nu zijn we dus bij Clubhouse en iedereen zei dat het super nice was, dus daar gaan we voor en dan ja, misschien kan ik wel nog wel een beetje hetzelfde. Waar we leuk doen, ik was in. Ja, nu zijn we dus in een of andere onderkelder gegaan. En ja, steeds meer mensen komen er binnen, wij waren de eerste. Maar hier is het wel echt zwaar illegaal. Ja, ik heb gelukkig mijn mondkapje, dus die hadden we ook gewoon op. Maar ja, het is wel echt, ik hou hiervan gewoon.